Hoe begin je zoiets? Apart? Ik heb oprecht geen idee hoe ik deze video moet openen. Dus ik doe het maar op deze manier. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal, wat inmiddels ook veranderd is. Wat? Het is inmiddels, ik denk, meer dan een jaar geleden dat ik op dit kanaal een video heb geplaatst. En ik vond dat daar wel eens weer verandering in moest komen. Want het begon weer te kriebelen en ik dacht, misschien is het toch nog wel weer leuk om gewoon mijn video's weer bij te gaan houden. Ondertussen is er heel wat veranderd. Mijn haar is weer blond. En daar ben ik heel blij mee. Inmiddels ben ik bijna aan het einde van mijn opleiding gekomen. Ik hoef echt nog maar 6-7 maanden en dan ben ik een volleerd verpleegkundige niveau 4. En zo zijn er nog een heleboel dingen waarvan je zegt van, oh, dat is veranderd, dat is veranderd. Zoals allicht de achtergrond. We hebben thuis een hele grote verhuizing gehad waarbij mijn ouders naar de zolder zijn verhuisd en ik van de kamer hiernaast naar hier ben verhuisd. Die is een heel stuk groter, een heel stuk breder. Alleen deze fantastisch mooie schilderijen die hier hangen, die horen er eigenlijk niet. Daar hoort een kast te komen, maar die is nog niet geleverd door IKEA. Dus het duurt nog eventjes. Daar komt mijn kledingkast te staan. Nu vragen jullie waarschijnlijk allemaal af. Anne, waarom ben je weer begonnen? Wat is dit? Leg het ons uit. Ik weet het eigenlijk niet. Ik was laatst een aantal video's aan het terugkijken van vroeger. En ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik gewoon weer eens een video zou opnemen. En niet dat ik het ga redden om het iedere week weer te doen. Maar zomaar eens in de vakantie of als ik een vrij weekend heb of gewoon als ik er zin in heb en ik wil er tijd voor vrijmaken. Ja, dan is het misschien wel leuk om weer een keer een video op te nemen. Vandaar deze hele impulsieve actie. Ik heb mijn YouTube naam veranderd. Dit was altijd voor de mensen die hiervoor heel erg vaak keken. Anne Enzo. En het werd heel vaak verward met het kanaal van Enzo Knol. Alleen dat is niet de bedoeling geweest, want het had er totaal niks mee te maken. En ik heb de banner veranderd, want inmiddels ben ik 3 jaar verder en ben ik 19 in plaats van 16. En ik zie er niet meer zo uit als op de banner van vroeger. Om er weer van start te gaan leek het mij heel erg leuk om een ouderwetse TMI tag te doen. Volgens mij wordt deze tag niet meer gedaan in de huidige situatie. Maar dat maakt niet uit, het leek mij heel erg leuk om een oude video weer terug naar nieuw te halen. En te testen wat jullie eigenlijk allemaal weten en wat niet. En wat is er veranderd ten opzichte van de video van heel lang geleden. Ik pak mijn telefoon erbij. We zoeken de vragen op en we gaan gewoon snel van start. Voor degenen die helemaal onbekend zijn met de TMI tag, wat ik me niet kan voorstellen, maar het zou kunnen. TMI tag is de tag met 50 vragen die eigenlijk too much information zijn voor de rest van de buitenwereld. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ze niet meer doorgenomen sinds 2015. Dus we gaan zien wat er is veranderd ten opzichte van dat jaar. Oké, we beginnen gelijk met de meest kutte vraag ooit. Wat draag je? Want YouTubers, ik ben niks veranderd. Ik deed altijd alleen de bovenkant. Prima Jima. En de onderkant. Dat ziet toch niemand. Ik heb een shirt aan waarop staat Stay Positive. Ik heb geen idee waar die vandaan is, want ik heb hem echt super lang. Maar de broek die ik aan heb is een broek met pucks erop. Ben je wel eens verliefd geweest? Ja. Heb je wel eens een vervelende break-up gehad? Helaas wel. Hoe lang ben je? Ik heb oprecht geen idee. De laatste keer dat ik me heb gemeten was ik 1,74. Dus zo ongeveer de 1,75 zijn of zo. Zoveel ben ik niet meer gegroeid sinds de laatste tijd. Hoeveel weeg je? Als het goed is, rond de 52 kilo. Maar dat heb ik ook al een tijdje niet meer bijgehouden. Dus volgens mij het zal nog wel rond de 52 zijn, want ik eet niet meer of minder dan dat ik deed. Dus. Heb je tattoos? Deze is zeker veranderd ten opzichte van 2015, want de tattoo die ik had, die hebben jullie kunnen zien in een video. En ik ga nu op een hele professorische manier proberen te laten zien welke tatoeage er op mijn enkel staat. Zo, you have a minute, I will show you. Zoals jullie allicht kunnen zien is dit niet mijn meest charmante pose, maar dat is de tatoeage die op mijn enkel staat. Heb je piercings? Ja, inmiddels is die ook veranderd. Ik heb een hele tijd laten schieten, niet zo heel erg lang geleden. Ik denk 2-3 maandjes of zo. En ik heb nog steeds 3 gaatjes waarvan ik er nu maar 1 in heb. Dat is de derde. Vraag me niet waarom. Te lui, denk ik. OTP? Wat? Wat is je favoriete fictieve tv-koppel? Ik kijk niet zoveel tv en als ik tv kijk, dan is het meestal als ik in bed lig
En dan kijk ik meestal Nickelodeon, want ik vind het terugkijken van oude series van vroeger fantastisch. Dus ik denk Carly en Freddy uit iCarly. Oh, cringe. Wat is je favoriete serie? Dat is by far echt iZombie. Deze staat op Netflix. Heeft momenteel 4 seizoenen en seizoen 5 is al uit in Amerika volgens mij. Of het is andersom. Seizoen 4 is al uit in Amerika, maar niet hier. Dus wij kunnen hem nog niet kijken, helaas. Maar ik ben daar echt insane fan van. Wat is je favoriete band? Ik heb niet echt een favoriete band, denk ik. Ik zou het niet weten. Wat mis je? Ik denk dat dat momenteel echt heel erg de zomer is. Ik ben namelijk echt een enorme koukleun en ik heb het echt, echt verschrikkelijk koud in deze dagen. Zoals nu ik sta, heb ik nog wel een beetje bloedtoevoer aan mijn voeten. Maar als ik zit aan mijn bureautje en lekker mijn dingen aan het doen ben, dan heb ik nog wel eens een kruik nodig voor mijn voeten, omdat ze echt gewoon ijspegels worden. Dus ja, ik mis de zomer. Wat is je favoriete liedje? Ik vind het net zo'n vraag als, wat is je favoriete muzieksmaak of wat dan ook. Ik heb dat niet echt. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ja, ik heb niet ook echt iets wat ik helemaal niks vind. Ja, als mensen gaan schreeuwen in nummers, weet je wel, echt van die hele zwarte muziek. Dat denk ik van, nou, nee, hoeft niet van mij. Hoe oud ben je? Ik ben momenteel 19. Wat is je sterrenbeeld? Mijn sterrenbeeld is kreeft. Kwaliteit of eigenschap die je zoekt in een partner? Ik vind het eigenlijk best wel lastig. Vroeger had ik volgens mij 3 dingen of zo die ik wilde in een partner of zo. Volgens mij heldere ogen, langer dan mij en grappig of zo. Zoiets. Ik weet het al niet meer, moet je nagaan. Maar nee, wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat ik met iemand kan lachen en om iemand kan lachen. Dus diegene moet wel echt een dosis humor bij zich hebben. En wat ik vooral heel belangrijk vind, ik denk dat ik dat wel het belangrijkste vind, is dat iemand te vertrouwen is. En diegene ook doet wat hij zegt. Dus dat hij niet liegt en dingen achter je rug om doet. Dus dat hij wat hij doet ook echt waar maakt. Wat is je favoriete quote? Ik denk dat ik echt niet echt een favoriete quote heb. Want ik vind het lastig, want ik wissel wel eens van favoriete quote. Maar ik heb net een nieuwe planner gekocht. En daar heb ik voor ingezet old doors... Old ways don't open new doors. Dus dat je niet vast moet blijven houden aan wat er vroeger is gebeurd. Want dat opent namelijk geen nieuwe deuren. Ik denk dat momenteel wel belangrijk is. Er staat hier, wat is je favoriete acteur? Ik denk dat dat moet zijn, wie is je favoriete acteur? Maar dat is 100% Barry Atma, want me love Barry Atma. Wat is je favoriete kleur? Heel cliché, maar het is nog steeds roze. Ik heb nu wel een blauwe kamer gekregen. Maar ik vind alles wat met roze te maken heeft hartstikke leuk. Harde of zachte muziek? Ik denk dat ik dan voor zachte muziek ga. Omdat ik dat toch wel, ik weet niet, vind ik leuker denk ik. Maar harde muziek vind ik leuker als ik op feestjes ben. En met name de carnaval. Ja! Waar ga je naartoe als je verdrietig bent? Ik denk dat het naar mijn moeder is. Of gewoon naar mijn kamer. Ik zoek vrienden op om erover te praten, denk ik. Hoe lang sta je onder de douche? Dat verschilt. Als ik gewoon normaal moet douchen, ben ik binnen 10 minuten klaar. Als ik mijn haar moet wassen, ben ik 25 minuten bezig. Want zoals jullie zien, ik heb best wel lang haar. Dus daar doe je best wel lang over. Hoe lang doe je erover om jezelf klaar te maken in de ochtend? Dat verschilt ook. Als ik naar stage moet, doe ik namelijk geen make-up op. En als ik naar school moet, doe ik wel make-up op. Dus als ik naar school ga, doe ik er denk ik een half uurtje over. En naar stage een kwartiertje of zo. Met aankleden, ontbijten. Ja, ongeveer. Ben je ooit in een fysiek gevecht geraakt? Gelukkig niet. Ik heb er wel naast gestaan en toegekeken en de politie gebeld. Maar nee, ik ben er gelukkig niet zelf mee in aanraking gekomen. Wat is een turn-on? Ik denk dat dat... iemand een oprechte lach is. Wat vind je een afknapper? Obviously, stink uit je mel. Kan er niet tegen. Godverdamme. Wat is de reden waarom je een YouTube-kanaal gestart bent? Dat was vroeger altijd omdat ik keek naar video's van mensen die toen heel populair waren. Zoals Erikos. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Ergens ver in het verleden. Ik was helemaal idolaat van Erik. Rutger keek ik altijd. Veurtje. Diana. Vera Camilla. Beauty Klos. Weet je, dat soort die trant aan YouTubers. Vond ik allemaal super cool. En ik dacht, waarom ga ik dat ook niet zelf doen? Heb je angsten? Ja, nogal. Ik heb hele erge verlatingsangst. Ik vind het heel erg. Ik ben heel bang dat mensen mij opeens gaan verlaten. Of dat ze
ja, opeens uit het leven stappen, weet ik veel. Maar het klinkt allemaal heel raar als ik het hardop zeg, maar ik ben daar heel erg bang voor. Wat heeft je voor het laatst aan het huilen gemaakt? Dat is de crematie van de opa van mijn beste vriend. Wat was de laatste keer dat je zei dat je van iemand houdt? Ik heb oprecht geen idee. Jawel, ja, nee, dat weet ik wel. Ik denk dat het Jamie was, my best friend. Ik denk dat dat of na een aantal drankjes was, of gewoon ergens spontaan. Ik kan het me in ieder geval niet meer herinneren. Is dat erg? Ik weet het niet. Wat is de betekenis achter de naam van je YouTube kanaal? Eerst was het altijd Anne en zo, maar nu is het Anne Bruintjes en dat is gewoon mijn naam, dus dat ben ik. Hallo. Wat is een boek wat je voor het laatst gelezen hebt? Ik heb geen idee, ik lees geen boeken. Ja, mijn schoolboeken lees ik, maar wel en ik. Wat is de laatste serie die je hebt gezien? Ik denk dat het iZombie was. Wie is de laatste persoon met wie je hebt gepraat? Ik denk dat dat mijn broertje was die hiernaast leeft en stinkt en ademt. Want ik zei dat ik een video ging opnemen, dus dat hij niet raar moest nadenken over dat ik in mezelf aan het praten was. Wat is de relatie tussen jou en de laatste persoon aan wie je een bericht hebt gestuurd? Ik ga het even voor jullie opzoeken. Dat is Maaike en dat is mijn theaterdocent. Dat. Wat is je favoriete eten? By far, sushi. Waar wil je nog graag naartoe? Ik heb altijd al een keer naar New York of Amerika gewild. Maar dat gaat in de herfstvakantie gebeuren. Ik ga naar New York in de herfstvakantie. Ik ga niet op zomervakantie met mijn ouders mee. Die gaan ook helemaal niet op vakantie. Maar we gaan voor de laatste keer met z'n allen op vakantie naar New York. Wat is de laatste plaats waar je was? Ik denk dat dat mijn werk is, want ik heb gisteren nog gewerkt. Dus eetsalon de Hul. Daar was ik voor het laatst. Heb je een crush? Ja. Ja. Wat was de laatste keer dat je iemand hebt gekust? Ik heb oprecht geen idee. Jawel, dat heb ik wel. Dat is nu 3 weken geleden. Ongeveer een maand. Misschien 4 weken. 3 weken geleden. Ongeveer. Wat was de laatste keer dat je je beledigd voelde? Ik voel me niet heel vaak beledigd. Echt diep, diep beledigd. Want ik weet dat de meeste mensen die dit tegen mij zeggen namelijk het als een grapje bedoelden. Maar ik denk dat het op mijn vorige stage was. Op het vorig jaar. Toen had ik namelijk niet zo'n hele goede band met iemand. En die heeft me wel redelijk vaak beledigd. Dus ik denk dat dat wel een van de keren is. Wat is je favoriete smaak in snoepjes? Ik denk dat het sowieso zuur is. Omdat ik, ja, zoet vind ik altijd gewoon gelijk heel overheersend. En zuur vind ik eigenlijk nooit echt vervelend. Welke instrumenten bespeel je? Ik bespeel geen instrument, want daar ben ik een imbecil voor. Dat kan ik niet, dat kan ik niet leren. Maar als je stem een instrument noemt, dan mijn stem. Maar ik weet niet of je die meetelt. Wat is je favoriete sieraad? Dat is sowieso dit kentje dat ik van mijn opa heb gekregen. Die is al een tijdje geleden overleden. Want deze heb ik al sinds het begin dat ik YouTube video's maak. Dus dat is al wel eventjes geleden. Maar dit is sowieso dit kentje, dat is me heel dierbaar. Die heb ik eigenlijk altijd om. Ik heb nooit meer afgedaan. Wat is de laatste sport die je hebt gedaan? Ik heb oprecht geen idee. Wat is het laatste liedje dat je hebt gezongen? Ik denk dat het liedje uit de musical Wicked was. Want ik... What? What? Ik was namelijk net Wicked the Musical aan het terugkijken. En was ik lekker aan het meebleren. Dus ik denk dat. Wat is je favoriete openingszin? Ik haat openingszinnen. Ik heb er een grafhekel aan. Voor mij mogen ze direct het land uit. Maar nee, ik... Nee. Zo ja, heb je die openingszin wel een keer gebruikt? Nee, want ik gebruik ze niet. Wanneer is de laatste keer dat je gechilled hebt? Zal met Jamie zijn geweest. Ja, dat was mijn oud en nieuw, denk ik. En de laatste vraag is, aan wie geef je deze tag door? Aan iedereen die hem wil doen. En die zich aangesproken voelt om deze tag van mij over te nemen. Zoals jullie misschien doorhebben, is mijn stem een beetje bagger. En is die nu een beetje aan het aftakelen. Want ik ben eigenlijk nu gewoon hartstikke ziek. Super tof. Ik heb ook echt oprecht geen idee hoe ik deze video moet gaan afsluiten. Wat zei ik ook alweer altijd? Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie een beetje leuk vonden en dat jullie mijn hoofd weer terug willen zien op het internet. Zo niet, ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie reacties. Ik zie ze graag tegemoet. Dan denk ik dat ik alleen maar kan zeggen tot ooit. Ik heb geen idee wanneer er weer een nieuwe video komt. Mochten jullie ideeën hebben voor nieuwe, leuke, spontane, gekke idee-video's, laat het me dan zeker weten hier beneden in reacties. En misschien maak ik van jouw idee wel een nieuwe video.
Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en eigenlijk best wel vertrouwd om weer voor de camera te staan. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden en dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg! Dag!